Beste kijkers van CryptoCoin Talk, leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mijn naam is Nick en vandaag ga ik jullie meenemen in de zondagupdate van deze week. We gaan vandaag uiteraard weer Bitcoin, Ethereum en XRP behandelen. Uh, maar voordat we gaan beginnen, wil ik jullie eventjes vragen om een like achter te laten op deze video als je dit, dit soort content kan waarderen en als je daar graag meer van wil zien. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal, mag je dat nog niet gedaan hebben. En dan gaan we nu beginnen met de video. Uh, allereerst gaan we even kijken op de daily bij Bitcoin. En dan zie je dat we nog altijd in een range aan het traden zijn. Dat betekent dus ook dat we geen kant hebben gekozen. Dus uh, we zijn niet aan het uptrenden en we zijn niet aan het downtrenden. Uh, maar we traden dus nog gewoon in een grote range. Ongeveer deze zone. Um, zolang we naar binnen blijven bewegen... Uh, heeft het ook geen zin om echt bearish of bullish te gaan worden. Maar moet je dus gewoon de... Uh, randen van de range respecteren. En dat is uh, de 31.111 dollar en de 40.831. Dat is de range low en de range high. En dan heb je ook het middenpunt op 35.971 dollar. En dat is het equilibrium van de range. En die, dat is een soort van dynamische support en resistance. Is de prijs erboven is het support. Is de prijs eronder is het resistance. En dan zie je ook mooi dat we recentelijk dat hebben afgewezen. Een move down hebben we gezien. En nu testen we dus opnieuw weer bijna de, het midden van de range. Uh, het ziet er dus short-term wel aardig uit. We hebben namelijk een, uh, een high neergezet, een low neergezet, een high-high. En dat is voor mij een indicatie om alweer iets meer licht-boolish op de korte termijn te worden. En dus een stuk omhoog te kijken. En dan verwacht je dus ergens een high-low. Nou, dat hebben we dus hier netjes neergezet. En nu testen we dus de highs weer. Wat ik nu dus eigenlijk wil zien. Is dat we het midden van de range gaan breken. En tegelijkertijd ook de vorige high. En dat we gewoon movement gaan zien naar de range high. En vanaf daar heeft het ook pas weer zin om weer verder te kijken naar wat kunnen we hierna verwachten. Uh, want in principe kan dit echt maandenlang vol uh, kunnen dit maandenlang aanhouden. En kunnen dus blijven consolideren en rangeren. En dit is ook een fase waarin mensen die wat mee, uh, minder ervaren zijn, dat ze echt uh, domme fouten gaan maken door heel de hele tijd te switchen van bias. En op die manier dus hun kapitaal gewoon opbranden. Dus het beste is gewoon om um, ja, een sculpt trader te doen. En zoveel mogelijk trades aan de onderkant van de range te zoeken. En aan de bovenkant. Uh, waarbij je aan de bovenkant natuurlijk kijkt naar shorts. En aan de onderkant zoveel mogelijk kijkt naar logs. Natuurlijk kun je ook gewoon tussentijds kleine trades maken. En dat hebben we ook gedaan. Uh, als we een stukje verder inzoomen naar de 4-hour. Uh, hebben we een... Kleine setup gespeeld, uh, is ook in de video's gedeeld. Uh, een kleine scalp trade op Bitcoin op deze zone. Als we een pullback zouden gaan zien na die high high, wacht je ergens een high low. Dat is meestal op een strategische plek. En dit was op zich een uh, realistische plek voor een high low. Met een entry op de bovenkant van deze zone, dus dat is hierop gebaseerd. Gewoon een stukje consolidatie en dat dient dan vaak ook echt als support. En daarnaast wil je natuurlijk je stoploss goed afdekken. Dus plaats je die onder deze wick, oftewel deze lokale low. En uh, plaats je TP1 rond de range high. Nou, die hebben we nog net niet gehit. Maar grote kans dat we dat alsnog gaan doen vandaag of morgen. Uh, mocht we nog een pullback zien en mocht je geen entry hebben genomen, kun je ook kijken naar nog een nieuwe scalp trade. En dat kun je ook hier weer doen op basis van een stukje structuur, een stukje consolidatie. En het ziet er als volgt uit. Deze zone eventjes weg voor uh, het overzicht. Dan kun je of uh, een strakke stoploss gebruiken door onder deze wick te plaatsen. Of je neemt iets minder risico en je plaatst hem gewoon hier onder deze low. Zodat je iets meer speling hebt. En eigenlijk ook gewoon een target richting het midden van de range. Maar omdat je binnen een range meestal in grote golfbewegingen beweegt. Uh, is de kans dus ook groot dat als je het midden van de range breekt. Dat je dan ook gelijk doorgaat naar de bovenkant van de range, en dat zijn toch wel serieuze percentages. Dus die 6 is leuk, en dan ga je uiteindelijk ga je dan door voor een, uh, ja, een target van ongeveer 20%. En dat is echt een hele dikke vette scalp optreden. aangezien je met uh, een 2,41% stoploss zit. Dat betekent dus dat je met een grote positie erin kan en dat je dus echt een uh, mooie klappen kan maken. Dus mocht je nog niet in positie zitten, zou je dus op uh, die move omlaag kunnen wachten, mocht die nog komen. Om vervolgens alsnog uh, de bovenkant te testen, te breken en dus richting die range high te gaan bewegen. Dus persoonlijk een uh, scalp die ik nog wel zou spelen. Um, dus uh, mocht die kans zich voordoen, um, ga ik hem zeker pakken. Volgens nog ziet het dus uh, best prima uit op Bitcoin. Uh, en ben ik geneigd om te zeggen dat we eerder voor de range high gaan dan voor de onderkant van de range. Dus ik kijk voornamelijk naar Longs momenteel. Dan gaan we door naar Ethereum. Ethereum ziet er op zich ook best prima uit. Op de weekly even snel kun je zien dat we nog altijd support hebben van deze highest candle close. Dus de vorige high hebben we meerdere keer getest, maar uh, nog altijd weten we dat vasthouden en dat is positief. Als we iets verder inzoomen zien we dat we uh, deze low eruit getikt hebben en vervolgens nog één keer getest hebben en daarna movement omhoog hebben gezien. Dat zie je wel vaker. Uh, dit is dus de, de weekly highest candle close. Uh, en die hebben we nu dus een soort van teruggeklaimd. Uh, lokaal de vorige high teruggetest. Uh, eigenlijk uit de vorige video van de top 5 altcoins van afgelopen vrijdag heb ik het ook benoemd. En dat scenario is nu mooi aan het uitspelen. We houden de vorige high vast. En we zijn nu dus movement omhoog aan het maken. En het enige wat je nu dus eigenlijk wil zien is dat je de highest candle close uh, gaat breken en terugclaimen. Uh, iets meer zo ongeveer. Want uh, in feite heeft deze highest candle close, heeft dan deze move down gemaakt en eigenlijk een soort equal high ongeveer, die heeft hij naar deze low gebracht. Dus als je die hele move weer terugclaimt, is dat juist een teken van sterkte. Dus mochten we dat doen, hebben we hier nog iets van een candletje liggen, maar eigenlijk ga ik ervan uit uh, dat we toch wel richting uh, de bovenkant van uh, dit gebied gaan bewegen. En dat is het gebied op de 37.111 dollar. En de 4073 dollar. Kans is serieel dat we daar gaan komen op het moment dat we de 2890 gaan terugklemmen En dan ja, als we dan toch dicht bij de all time high bewegen, is het dus ook een seriële kans dat we mogelijk weer nieuwe all time highs gaan neerzetten. Dus op zich ziet het uh, wat Ethereum betreft, gewoon prima uit. Lokaal zijn we high highs en high lows aan het vormen. En je wil nu eigenlijk gewoon die movement omhoog blijven doorzetten. Om dus hopelijk die 2890 dollar. Uh, te gaan breken. En dat lijnt waarschijnlijk ook op met het breken van de range op Bitcoin. Uh, dus houd er ook rekening mee. Mochten we daar afwijzen, dan zouden we dus ook hier op Ethereum weer een pullback kunnen gaan zien. Uh, maar gaan we hopelijk vanuit daar alsnog die uh, reclaim maken. Gaan we nu door naar XRP? Uh, XRP is op een zone aangekomen van een hele hoop confluences. We hebben allereerst de, de weekly zone op de. 0,69 cent tot en met de 0,60 cent. Dat is een zeer sterke zone uh, die heel lang gerespecteerd is als resistance. En als zo'n zone dan vervolgens wordt teruggeclaimd uh, of in ieder geval teruggetest aan de andere kant. Dan dient het dus ook als support. En dat zie je dus nu mooi ook dat we ook dit hebben teruggetest. Hier zo de highest candle close ook netjes op de 0,62 cent. En zolang we deze support houden is er eigenlijk weinig reden tot paniek. We hebben best wel een force move down gezien van zo'n 74%, wat best wel significant is. Uh, maar mensen zijn dan geneigd om heel bearish te worden als je dit soort movement ziet. Maar in feite uh, lig je op high time frame support met een hele hoop confluences. Dus we zitten gewoon op een hele sterke zone en de kans is gewoon serieel dat we uh, de bodem misschien al wel gezien hebben. Um, we hebben deze daily zone hebben we dan ook eerst verloren, die 0.60 tot 0.57 uh, cent. Uh, die hebben we juist wel weer teruggeclaimd hier. En dat is juist weer een teken van kracht. En vervolgens hebben we hier ook de lokale range low op de 0.65 teruggeclaimd. Movement erboven gezien. Teruggetest. En nu lijken we dus weer een movement omhoog te gaan maken. Dus eigenlijk ziet, it, uh, ziet XRP er helemaal niet zo gek uit. We hebben hier nog wel een, uh, een, uh, een resistance candle. Uh, in combinatie met de lowest candle close van ja, deze consolidatiefase is best wel een stukje significante resistance. Dus mocht je niet in positie zitten, zou ik dus nu gewoon eventjes geen actie ondernemen. Maar eventjes afwachten. Maar je bent nu gewoon te laat met positie innemen. Wanneer wordt het wel weer interessant? Als je deze zone dadelijk gaat terugclaimen Je maakt die terugtest. En dan kun je movement omhoog gaan verwachten richting deze highs. Dus je zou hier ook kunnen gaan kijken voor een entry. Waarbij je dus de stoploss onder de loop plaats Target 1 hier zo, uh, entry dus hier zo. En dan uh, is dit je main target, 1,04 cent ongeveer. Ga je hier voorbij komen is hetzelfde als bij Ethereum. Um, deze high heeft helemaal naar deze low gebracht. Dus dat betekent ook als je dit weer helemaal terugclaimt, is dus dat weer een teken van kracht. En dan is de kans dus ook serieel dat we als we dit terugclaimen. Dat we dan movement omhoog kunnen gaan zien richting uh, de vorige high. Uh, en dan ga je dus echt kijken naar deze highs om uit te testen. Dus rond de 1.60, 1.66 en de 1.83. Mocht je voorbij dit prijspunt komen, achter de kans serieel dat, uh, dat we nieuwe highs gaan creëren. Geen nieuwe all time highs volgens mij. Uh, want die ligt op 3.50 even uit mijn hoofd. Maar kortom, XRP ziet er dus ook prima uit. We uh, moeten nog wel wat uh, leveltjes terugtesten en terugclaimen. Um, maar als we dus voorbij het prijspunt komen op de 1,04 dollar, achter kans serieel dat we de highs weer gaan opzoeken. En dat is echt wel een significante movement. Um, stel dat we hier in positie kunnen komen. Serieus, is TP op 33%. Daarna kijk ik gewoon naar uh, deze highs, 100% en uh, 130% en dus mogelijk ook weer nieuwe all-time highs. Het is nu nog een beetje te vroeg om daarnaar te kijken, maar dat zijn wel uh, scenario's om, om in je achterhoofd te houden. Dus eigenlijk ziet zowel Bitcoin als Ethereum als XRP, ziet er eigenlijk helemaal niet zo gek uit. Uh, ik verwacht dus ook dat we de komende dagen en weken meer movement omhoog gaan zien. Uh, zouden we dus op de korte termijn eerst nog een kleine pullback kunnen gaan zien, omdat zowel XRP als Ethereum... Uh, Ethereum en Bitcoin... in de uh, vorm van resistance lopen. Dus je zou een pullback kunnen krijgen. Um, maar ja, dadelijk die, uh, die... setups die vrij gaan komen... op Bitcoin en XRP vooral. Uh, ik zou die serieus uh, aangrijpen... mocht je de kans krijgen. Dus uh, hou deze setups in de gaten. Um, Laat ze ook vooral... in de Telegram community voorbij komen. Uh, een post daar... als jij zelf ook een soort gelijk idee hebt. Uh, of als je die trades gaat spelen. Dat vinden we altijd leuk om te zien. Ehm... Um, ja, en tot zover deze video. Vond je deze video nou leuk of leerzaam en wil je graag meer van dit soort video's zien? Laat er vooral eventjes een like achter en laat in de comments weten als jullie nog verder nog vragen hebben over deze analyse. Tot de volgende video.